Hey, doei! Ah! See you on the skater, boys. He says see you later. Oeh! Go, go, go! Jullie mensen, mijn naam is Link en leuk je kijkt naar een nieuw Pokémon Snap avontuur. In de vorige aflevering hebben we wat nieuws unlocked, namelijk het ijsgebied hierboven, de Durice. Ik ben in de tussentijd bezig geweest om heel veel Pokémon's te perfectioneren qua foto's. Ik heb al heel veel Pokémon's heb ik dus al Diamond rank erin en sommige heb ik al helemaal compleet met 1, 2, 3 en 4 ster. Maar vandaag gaan we het nieuwe leveltje in, momenteel de enige nieuwe content die we nog niet hebben gehad. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. I've got some news I think you'll like. Since we've got new areas to research, I'll give the Nano One a special upgrade. Mainly the turbo function that will really get you moving. Yes! Oh, about time. Gezien dat ik dat nog zou krijgen. Oh, eindelijk. Wat ik trouwens wel gek vind, net als deze map hier. Deze heet ook day. Het is puntje, puntje in de dag. Maar ik heb hier... Ik zag trouwens Skarmory vliegen. Maar ik heb bijvoorbeeld nog geen nacht gehad van de beach en zo en dat soort dingetjes. Een ferret! Hey, hallo. Even scannen. Oh, daar reageer ze op. Ja. Oh, dat is een beer. Oh, beer. Hij is boos. Hij is heel boos. Oké, doei. Oh, Swinub. Ik hou van Swinub. Oh my god. I love you, Swinub. Kom hier. I love you, baby. But it's quite alright. I love you, baby. Hey, we hebben zo'n bloemetje. Moet een foto van maken. Dit is geen gloeiende. Dus daar hoeven we niet te... Hé, dat is de voorinflatie. Die, ja, Cupchoo. Ik moest trouwens even hier scannen. Ik moest hier... Oh, dit ding scannen. En wat heb ik... Die heb ik al gezien, gast. Oh, trouwens een holletje. Oh, met het appel in. Ja! Oh, zit hij erin? Nee. Ah, kom op. Are you kidding me? Oh, waarschijnlijk komt er wat uit als je dat raakt. Misschien wel Alolan Sandshrew. We hebben Sandshrew gehad, maar geen Alolan Sandshrew. Daar gaat Skarmory. Ik had niet verwacht dat zeg maar een ijsgebied als laatste level zou gebruikt worden. Maar hey, ik klaag niet. Het ziet er best wel leuk uit. Het ziet best wel een beetje... Yes, Mamoswine. Yes. Oké, Skarmory ook nog eventjes. Top hebben we hem in ieder geval. Hey, makker. Hallo. Dan ben je groot, dan ben je cute. Ik ben heel groot fan van Mamoswine. Dan komt misschien naar Pokémon Go. Pokémon Go is Mamoswine namelijk een hele goede Pokémon. En ik vind hem gewoon echt heel chill. Oh, allemaal kleine swine-upjes. Hey, hallo. Er is niks bijzonders hier. Nee. Maar we hebben wel baby's. Baby Mamoswines. Genaamd Swine-up. Oh, gaan we... Oh, dan gaan we met die Skarmory's mee. Oh, kijk. Nu hebben we... Kijk wat een goede foto van jou hebben. Dit is zo'n... zo'n S-tiertje. Oh, even raken met een appeltje. Lekker. Lust er geen appel? Eet jij nooit of zo? Als ik Swine-up raak met een appel. Worden ze dan boos of zo? Nee, they don't care. Oh, Swine-up gaat wel eten. Hij is wel een etertje, zie je dat? Hij is een etertje. Oh, waar gaan we nu heen? Gaan we nu weer terug? Oh, we gaan hier de dal in. Hey, doei! Ah! See you on the skater, boys. He says see you later. Oeh! Oh, Snowruns! Yes! I love Snowruns. Oh, dat zijn deze... Deze beesten. Deze akelige snoms zijn dat. Oh, en we gaan weer naar beneden. Deze Snowrun zit vast of zo. Wat is hij aan het doen? Klonk. Ik raak je even gast. Hallo. Hey, makker. Doei. Oeh, zit echt in de ijsberg. Oké, welke Pokémon? Kalaylee! Yo! Huge! Wist je trouwens dat een Kalaylee een mannetje en een vrouwtje kan zijn? Maar die andere evaluatie van Snowrun, die kan alleen een vrouwtje zijn. Daar moet je een Dawnstone voor gebruiken. Ik denk dat je als je deze bloem raakt, dat je dan hem kan unlocken. Ik ga hem even raken. Klonk. Oh. Of heb ik hem al geunlocked? Ah, ik care niet. Hij cares wel, maar ook niet. Voor de rest, ja, dan loopt nog een snowrunje. Maar voor de rest, niet heel veel bijzonders in deze cave. Zo is hier ook weer een niveau 2 en hoogstwaarschijnlijk een niveau 3. Waar er allemaal nieuwe dingen zijn. Oh, Piplup! En een Sweel! Oh my god. Ja, we hebben bijna elke ijspokken wel gehad, joh, tegenwoordig nu. Jemig. Kan dit sneeuw vallen? Ah, 9 out of 10 game. Oh, leuk Piplup. En een Magikarp. Wauw, Magikarp, vries jij niet dood nu of zo? Asking for a friend. Piplup, ga jij glijden hier? Nee, dat gaat het niet doen. Wat was er? Hier een appeltje in gooien. Waar is die Swiel hier nou? Hallo? Hey Piplup, listen up you. Hey, pst. Glij naar beneden. Kom op, doe leuk. Ik heb hem geraakt, maar hij doet niks. Het is een warmtebron of zo. Oh, zijn hier aan het zeuren bij hem? Hij is lekker aan het tukken door deze gozer. Laat me even raken. Ah, ik keer niet. Oh, en Piplup nog even een goede foto. Matig. En voor de rest... Is er niks meer? Oké. Het is niet echt dat ik een ijs-Pokémon heb dat ik denk van...
Oh, die miste ik echt. Er zijn algemeen niet zo heel veel ijs-Pokémons, zover ik weet. Oh, een Jinx bijvoorbeeld. Jinx missen we wel. Die zat dan de originele eerste game. Alolan Vulpix missen we, zeker wel. Glaceon zit er hoogstwaarschijnlijk wel in. In de nieuwe Pingwing. Dat is ook eentje die we wel missen. Delibird mis ik sowieso wel een beetje. Dewgong en Cloyster, zeker waar. Snover mis ik. En dat zijn de Pokémons die ik persoonlijk mis in dit verhaaltje. Kijk naar al die nieuwe Pokémonnen. Heel sick. Nou, deze Firtle, die is het meest dichtbij. Deze beer. Nou, laten we de slapende wel pakken. Daar is die het meeste in zichtbaar. We pakken wel etende Swinub. Oh hier, dat hij aan het zwemmen is 3-ster trouwens. Heel sick. En dat hij hier uit dat gat komt, is ook 2-ster. Goed om te weten. Mamoswine had ook een 2-ster. Oh, dat ik hem raakte met een appeltje. Nou, die nemen we wel. Denk hooguit 2 of 3 van de foto's die maar diamond zijn. De rest is echt allemaal bagger. Dit zou misschien een diamondje kunnen zijn. Ook best gold kunnen zijn hoor. En hij is diamond. Heel sick. Deze verwacht ik ook wel dat hij diamond is. En ik had gelijk. Heel sick. Swinub. Dat wordt een goldje. Die is te ver weg. Ja, maar een ander Pokémon. Ja, zie je. Dag kan. Dat is een goldje. Magikarp ook heel matig. Kapchu ook heel matig. Heel ver weg. Kijk niet onze kant op. 2100. Maar Swiel. Die had ik eerder moeten nemen. Deze had ik eerder moeten nemen. Mamoswine. Ik hoop dat hij qua size nog goed genoeg is. Ik denk dat hij 1600 is qua size. 1800. Oh, dan hebben we hem. Easy baby. Deze Snowrun. Zo, hij is echt donker deze foto. Maar, wel een diamantje. En daar doen we het voor. Deze Piplup. Dit is een twijfelaartje. Want ik was eigenlijk net iets te laat met deze. Dus ik denk niet, ik hoop eigenlijk niet dat hij diamond is. Zal ik hem kan verbeteren. Hij is diamond. Hey, maar we zijn wel level omhoog. We hebben niveau 2 unlocked. Die gaan we ook meteen spelen. We hebben de eerste expeditie al 42.000 punten gehaald. Met heel veel slechte foto's. Dus om nog een keer 47.000 te halen om nog een keer level omhoog te gaan. Ik zie het best wel redelijk snel gebeuren eigenlijk. En de professor wil wederom eventjes met ons praten. Ik ben benieuwd. That snow was quite a sight. It was a real treat to see since it's never shown on Florio. I'm looking forward to seeing it in the moonlight. Waarom wil ik hier wel moonlight en anderen niet? If you spot the aluminum phenomenon in action, don't let this experience distract you from taking photos of it. Zeker weet, professor. Dit is trouwens de route. Misschien is er nog een route die er omheen gaat naar het water toe. Wie weet. Dan zijn we. Ik zie meteen een... Oh, Muchana. Dat is even laat van Puchana. Maichana. Is het ook een Maichana? Jemig, ik heb de hik trouwens, als je het dan niet door had. Ik heb de hik. Heel vervelend. Oh, dankjewel voor het zeggen. Al wat irritant. Ik wil de hik even nu niet hebben, weet je wel. Heel vaak wil ik het wel, maar nu niet. Oh, kijk, daar is Pip... Baby Piplup. Baby Piplup. Oké, gooi in het gat. Kom op. Kom op, kom op. Hole in one, baby. Hole in one, baby. Come on. Stinkboom. Oh, oh, oh. Ja, hij zit erin. Oh, dus komt veur het uit. Hey, hallo. Oh, oh, die mof. Ja, yeah, mof hebben we ook. Frost moth. We got him, baby. Allemaal gaatjes. Gaatjes vullen. Hoppa. En er komt niks uit. Hey, Snowrunt. Waar kom je vandaan? Oh, oh, trouwens, was dit? Dat is Alolan Sandshrew. Oh, Alolan Sandshrew, no. Wie hebben we gemist? Ik haat de hik. Hey, hallo. Ik ben lekker muziekje aan het spelen. Vind je dat leuk? Hier zijn nog meer spikes. Is het weer een Alolan Sandshrew? Oh, oh, Abomasnow. Abomasnow, is dit toch? Ja. Kijk, kunnen we deze even raken? Deze Sandshrew? Hallo? Kom op. Kom op. Ja, ik heb hem geraakt. En hij is wakker. Oh, en we got him. Top. Gaan we nu gewoon even omdat we de foto hebben. Kijk hier. Oh, wil hij dat niet scannen? Oh, hij wil hier wat scannen. Hallo? Oh, dat is die foto. Oh, de bloem. Ja, lekker laat. Oh, die hik. Geef de schuld aan de hik. Dit is de schuld van de hik. Oké. Hij is een lekker appeltje aan het eten. Lekker, gast. Lekker, lekker. Eet die appel anders, ja. Eet die. Die is lekker dichterbij. Oh. Kom hier. Kom hier. Lekker appeltje. Lekker, lekker, lekker. Hey, Snowrunt. Kom eens hier. Kom lekker appeltje eten. Ja, deze wil je wel, hè? Oh, deze wil je wel. Even appel lokken met de Snowruns, baby. Ja, ja, kom maar dichterbij. Kom maar dichterbij. Kom maar bij papa. Come to papa. Ja, heel goed. Heel goed dit. Ja, yeah. Hij is heel blij. Ik niet. Ik heb dik. Goed, gaan we nu weer lekker sneden met de meiden. Hey, wakker worden, gast. Oh, en is hij op tijd wakker? Nope, hij kijkt de verkeerde kant op. Jammer. Oh. Delibird. Oh, ik zei het toch dat we die misten. En we hebben hem. De Pokémon die ik eigenlijk miste zijn er bijna allemaal. Maar het gloeit hier ook zo mooi. Waarom? Ik zie hem rennen. Jinx zit er ook in. Auwe. Ik call dat ik elke Pokémon die we nog missen. Oh, en die Snow. Ik zag deze ook tussen de lijst staan. Ik dacht, nou, nah, die missen we niet, toch? Laten we eerlijk zijn. Missen. Gloeit deze ook toevallig?
deze bloem. Nee, helaas niet. Je had namelijk normaal gesproken had je Jinx nodig om Articuno wakker te maken met zijn eitje. Wat gaat hij dat doen? Hij gaat doorcommuniceren of zo. Wat is... Dat zijn voor rare praktijken. Hij zegt de hele tijd... Wat is hij aan het doen, joh? Hier, muziek afspelen. Vind je dat mooi? Oh, ik hoor allemaal andere geluiden. Oh, Piplups! Hey! Oh! 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 Oh, heel sick. Heel sick. Oh, Alola Vulpix! I told you! Oh, mijn god. Oh, dus alles ook bevroren. Oh, the lake has been frozen. Oh my god. Kan ik ze duwen of zo? Geen idee. Hey, Alola Vulpix, kijk eens één keer hier. Kijk één keer hier, gast. Oh, en ze rollen er vandoor. Tot later. Oh, hij is lekker. Hij is lekker aan het chillen, billen. Hey, pst. I love you. Hoppa. I love you more. I love you most. Nou, we hebben van elke Pokémon een nieuwe foto gemaakt. Of een nieuwe foto, behalve van Piplup. Want deze hebben namelijk 1 ster, 2 ster en 3 ster. Waarom is deze 3? Die fur 3 ster, die is wel heel leuk. Nou, deze mod 2 ster, die kunnen we op meerdere plekken vinden. Etende Snorunt, let's go. Nou, het ijsje doen we ook maar dan. Jinx. Oh, Memoswania Slapens is 3 ster. Oh, deze sandslashes die ik heb gefotografeerd, die tellen wel sandslashes. Dat is wel heel vet. Oh, hij telde wel. Let's go. Maar Chana is lekker 4000 plus. Dat is goed. Dat is heel chill. En de Furret is niet goed genoeg. Maar we hadden al eerder in het gaatje kunnen gooien. Er zijn meerdere Vosmoffen, dus die kunnen ze ook verbeteren. Lekker snowrunje, lekker eten. Deze is gewoon verbeterd. Oh, we hadden al een 2 ster gesubmit. Oh, dat wist ik niet. Sandslash. Deze kan ook beter. 200 puntjes. Maar nodig. Nou, Memoswine over de 4000. Lekker, joh. Balmersnow. We gaan even zien. 3500. Ja, ik kijk een beetje verkeerde kant op. Delibird. Hele snelle foto. Jinx ook geen fantastische foto. Maar, hey, wie weet. De size is best oké. Okay. 3500. Hetzelfde met het ijsje. I mean, de size is wel beter in deze. Die is heel goed. Zelfs net aan 4000. Nou, ik heb geen goede foto gemaakt van Vulpix. Maar goed, hè. We hebben hem wel. En het bloemetje. Heel belangrijk. Ik ben zo blij dat ik hem nog had. Want ik wist niet dat ik hem had. En ik moet nog 843 XP. God damn it, wat zonde. De professor wil nog spreken. Another round of aluminum phenomenon analysis complete. So here you are, aluminum orb of the Durais Island. Zeg, dan laat ik alleen voor dat level. Those are to open some new doors in your research. And with a little more progress, I think we'll be able to locate the final aluminum Pokemon. Mon, you're doing wonderfully. Keep it up. Nou, dan gaan we eerst even de normale D doen, maar dan level 2. En uiteindelijk gaan we Night level 2 ook doen. Maar dan ga ik even die 800 XP eventjes halen voor jullie. Oké, ik zie meteen dit gozertje meer lopen. Ja, jou heb ik eigenlijk al een goede foto van, is niet nodig. Oh, die beer. Kom eens hier. Niet zo boos doen. Kom op, kijk even één keer. Kijk even één keer leuk. Ja, hier kijken we oké, I guess. Alright. Oké, laten we... Oh, als we dit doen, dan komt Furret denk ik uit. Oh, hij sprong echt uit. Dat is ook weer niet per se mijn bedoeling. Oh, we gaan nu wel dat gaatje in. Ik hoor alleen maar kattengejank. Wat vervelend, joh. Hey, Furret, kom eens uit. Hoppa, kom eens uit. Oh, nee. Nou, weet je wat? Laat ik maar zitten. Oh, Swinepie is trying to get on the mountain, but he can't because he's too slippery. Oké, we kunnen het ook snelheid gebruiken. Dus dan kunnen we ervoor zijn dat hij wel dit probeert. Hey, Swinepie. Hallo. Ben je het aan het proberen, knulletje? I love you. Yeah, I'll give you courage. Go. Yay! Het is hem gelukt. En die andere? Dan moet ik ook even wat geven. Kom maar. Hallo. Gaat hij met jou? Oh, nu kan ik niet naar beneden gooien, omdat ik denk... Ah, dan komen die fotograferen. Ik geef jullie ook eventjes wat powers. Neem de lekkere powers. Skarmory. En iets betere foto's. Dat geeft fantastische. Oh, wat ben jij? Allemaal lawaai aan maken. Yo, wat ben je allemaal lawaai aan maken, gast? En moet ik nog een foto van jou etend hebben of niet? If so, I got them right now, baby. Neem maar nog even een happy. Even inzoomen. Dat is ook wel mooi. Eet even een happy, kom op. Oh, shit, hij had niet. Kom op, eet even. Eet even een happy. Kom op, niet snuiven. Kom op, eet even. Ah, god damn it, wat een stinker Memoswine ook. Zo langzaam. Oké, wat zit hier? Hé, gozies, kom. Kom eens hier. Kom eens hier. Ze komen ook niet hier. God damn it. Oké, jullie wil ik wel even hebben. Kom eens even uit. Ja, perfect. Ja, en dan wil ik gewoon een 1 ster, hoop ik, eruit. Oh, Skarmory. Oh, hey. Weet je, ik mis Absol. Absol mis ik hier. Ik vind wel een mooie Pokémon, Absol. Ik laat even jou die powers geven. Heel mooi. Muziekje. Even scannen. Wow. Dat is een vrouwtje. Dat is een vrouwtje van Glalie. Wat ik nog tegen jullie zei. Dat is een vrouwtje. Een wijfie. Hey, hallo.
Moest hij ermee. Oh, hey, je spooped out. Hallo. Ice and ghost type, zover ik weet. Wat hebben we hier? We hebben weer zo'n gozertje. Alone of Vulpix hebben we wel weer. We hebben weer zo'n bloemetje. Zwaarlijk hebben we wel prima. We moeten even op jou focussen. Dat we een goede foto van jou hebben. Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Daar zijn we op zich wel tevreden mee. Dan gaan we voor Alone of Vulpix. Hey, kom eens hier. Kom eens hier. Schoonheid. Oké, laten we deze eventjes doen. Kijken of hij erop reageert. Hallo? Is iemand die hierop reageert? Hallo? Piplup. Want als jij eventjes naar beneden komt. Nee? Alright. De slapende rakkers. Kan jou wakker maken? Hallo? Hallo, word eens wakker. Hallo. Een beetje aan de saaiere kant deze geworden of zo. We hebben denk ik wat we nodig hadden. Was niet veel meer Pokémon's toch? Oh ja, die Frostles was nieuw. Dat is waar ook. Van de beer had al één ster, dus dat is jammer. Ja, nog steeds geen goede foto van de kleine beer. Swinub hebben we een hele goede zelfs. Dus alleen een één ster, maar dat geeft niet. Een hele goede close-up. Met mijn Swinub hadden nog geen één ster van. Dan pakken we wel deze, denk ik. Oh, we hadden natuurlijk al een 2 ster van deze, dus één ster is prima. Skarmory heb ook alleen maar 1 sterren. Of van deze heb ik ook alleen maar 2 sterren genomen. Nou, helaas. Hele zieke foto van Piplup. En de rollende Swiel. Ja, deze... Nou, dus aan deze kijkt hij niet naar ons. Maar hier wel, maar zit niet in frame. En hier is net iets te ver. Nou, nemen we die wel. En deze hebben 1 ster en 2 ster. Neem de 2 ster voor nu wel. Ik ben heel erg benieuwd, professor. Nou, die is niet beter, hè? Nee. Kijk, de size is alsnog 2000. Dat is een hele goede foto. Deze ook size 2000. Hoppakee. We hebben wel 3 diamonds voor... Memory Swine, zeg sick. Oh, deze pose is ook maar 200. Wauw, ik heb hem gewoon bijna niet gehaald door de pose. Nou, Snorlax ging wel lekker, maar niet lekkerder. Frostless, ik ben benieuwd. Ja, die is goed. Die is goed. 4400, lekker. Deze is leuk. Dat is leuk, gozertje. Net aan. Ik zei het je toch. Net aan. Vulpix moeten we echt gaan hunten om daar een goede foto van te hebben. Dat is echt insane. Nou, Piplup, die hadden we al een goede van. Even kijken hoe het zit met qua XP. Ik denk dat we wel wat erbij hebben gekregen, maar... Nog niet genoeg. Ik ben trouwens nog een keertje door niveau 1 gegaan. En ik heb wat nieuwe fotootjes. Zoals hier een niveau 3 Mychana. Een slidende 3 Piplup. Een Frostmoth die natuurlijk hangt. Maar we hebben ook een vliegende gevonden. Hier zo. Een Sandslash is er zelf ingegraven. Is een 2 ster. We hebben hier een 2 ster. Maar ook een 4 ster van Jinx. Hoe? Geen idee. Ik heb die plant op laten liggen. We hebben eindelijk een 1 ster van Snowrunt. We hebben ook een goede close-up van Delibird. Bravery heb ik ook gezien in de lucht. Ik heb een paar foto's van gemaakt. Maar er komen nog wel goede foto's van. En oké, Vulpix. Deze trouwens 2 ster. Dus die nemen we dan wel. En for some reason is dit een 2 ster Swiel. Dus die nemen we wel. Mychana, hoppakee. Instant Diamond. Deze Piplup. Instant Diamond. Hoppakee. Deze was al daar. Maar wederom weer diamond. Dit is een goldje helaas. Furret niet goed genoeg. Maar die hadden we al goed genoeg. En deze Sandslash helaas niet. Bravery zo ook niet goed genoeg. Delibird ook niet. Wauw, alright. De size is nog steeds te klein. Dat wist ik niet. Dat hoor ik namelijk nooit. Ja, de Snorunt was ook perfect. De Jinx is perfect. Lekker dan. Met de hik erbij. Let's go. Vulpix nog steeds niet goed genoeg. Vulpix is nooit goed genoeg. Hoppa, level 2. Unlocked. En we moeten nog 73.000 XP. Holy shizamoli. Professor, I heard we found a new teleportation pardon? Words which you quickly, Rita. That's a good quality for an assistant. Yes, we pinpoint another reading. It's coming from underground. Further from... What? Hebben we nog een ondergronds level? What? Bro, hoe... Ik dacht dat dit het laatste eiland was. I mean, het is het laatste eiland, denk ik. Hoop ik. Eigenlijk hoop ik het niet. Maar ze hebben nog een level toegevoegd. In plaats van in the sky, onder de grond. I mean, die Pokémon's hebben we al een beetje gehad. Een beetje in de vulkaan, een paar in de desert. Maar, hey, I'm all good. Well, we're going underground. That's gonna be amazing. The cave we'll be exploring looks quite deep. Oh, dat hoor ik wel vaker. I'm counting on you to leave no stone unturned down there. Oh mijn god, we hebben meer content. Hey, can I talk to you for a second? Wat is er, Rita? Has the professor told you yet? You gave us the green light to go to some nighttime research at the beach. Oh my god, eindelijk! You must be psyched to go to, right? Ja, ik vroeg me af wanneer krijgen we dat? I can't wait. Oh my god, dankjewel. Oh my god, we hebben beach night, yes. Nou, new area unlocked. We hebben under the ground. Maar we hebben ook beach night. Heel sick. En beach bestaat uit... Oh, shit. Beach bestaat voor mij uit... 3 dagdelen. Oké, maar dus dat hebben we unlocked. We hebben dus dit nieuwe hier unlocked. Maar we gaan eerst Night eventjes niveau 2 gaan we spelen. Want dat hebben we nog niet gedaan. En voor de eerstvolgende aflevering moeten we eventjes kijken of we de Beach Night gaan doen.
Of dat we naar een nieuwe plekje gaan. Of misschien doen we ze allebei. Dat zou heel erg sick zijn. En dan zonder hik. Oh, Delibird is hier lekker dichtbij, joh. Hallo, makkertje. Hé, hey, je wil lekker appeltje hebben? Oké, dan niet. Stik hem maar in. Er zijn meerdere Piplups. Ah, ze rennen weer weg. Je bent bang voor deze honden, joh. Dat is namelijk dat je deze Piplup hier kan je redden als je die Muchana raakt. Oh, hij gaat alweer weg. Oh, nu moet je Delibird redden, want hij zit nu onder dat ding. Nou, zit ook nog een Furret ergens? Nope. Oh, wat is het nou, gast? Hou je mond. Hey, mond hou jij. Bek jou, hè? Oh, ik kan niet scannen. Oh, ja, hier. Wat is dit? The pile of snow looks unnatural. Ja, misschien zit er wel wat onder, hè? Oh, mijn god. Er zit echt wat onder. Oh, mijn god. Oh, Snowruns! Dat was een soort iglootje. Oh my god, are you kidding me? Het zag best wel oké uit. Zo unnatural zag er ook weer niet uit. Oké, welke nieuwe Pokémon gaan we nog meer krijgen? Welke nieuwe ijspokémons hebben we nog meer nodig? Misschien Ninetales? Oh, Ninetales, Alola Ninetales, Poggers. Poggers Champions Club. Yes. Oh mijn god, ik schrik me de kleren door jouw hond. Oké, Snowruns zit allemaal begraven nu ineens. Ja, we hebben al een keertje gelezen. Dankjewel dat je bestaat. Die Sandslashers kunnen allemaal niet zo heel erg goed fotograferen, ben ik eerlijk in. Oh, maar deze wel! Maar deze wel! Oh. En hij is ook echt weg. Oh, wat vlucht daar. Hallo? Ben je zo'n bravery baby? Let's go. Ik vind ook wel een vette Pokémon. For freedom, for America. Nou, dan gaan we hier weer eventjes lekker naar beneden. Ik heb nog niet heel veel nieuwe dingen gezien. Behalve dat Delibird heel erbij is. Kunnen we hier ook omhoog? Ik wil hier omhoog. En blijkbaar niet. Alright. Misschien kunnen we wel vanaf die kant komen. Dat zou misschien wel kunnen. Maar we hebben de ingang daarvoor nog niet gevonden. Even zien. Wat hebben we hier allemaal? Jinx en ijsje weer. Het is allemaal hetzelfde. Wat ga ik nu weer... Ik ga wederom weer rechtsaf. Ik wil linksaf gaan hier. Hallo, ik wil dichter bij hun zijn. Delibird zit hier nu niet meer in, toch? Nee. Of jawel. Is het wel een Delibird? Hallo. Hey, makker. Hallo. Oh, hij komt eruit. Hey, hallo. Hij komt lekker lopen. Hier, neem een appel. Alsjeblieft. Oh, hij vindt een appeltje lekker. Kom. Oh, hij raapt ze op. Hij raapt ze op natuurlijk. Hij heeft zo'n zak en hij gaat ze allemaal oprapen. Oh, wat goed. Wat leuk. Ja, die vind ik ook lief en leuk. Oké, wat hebben we hier allemaal nieuw? De Bravery zit daar te slapen. Oh, ik dat fluister? Geen idee, maar hij slaapt. De fucking Vulpix, die geen Ninetales is. Oh, look at him being sleepy. Look at him being a sleepy head. Oh, he's a wakey head. Alright. Laten we die Swills alvast even aan de kant gooien. Swills, get out of here. Get out of here. Oh, is Boom kunnen ook gebruiken, maar dat heeft helemaal geen zin, joh. Deze guy, hallo, hoe is het met jou? Ga je nog een keer bozen of zo? Oh, ja. Nee, misschien is dat wel de vierster. Geen idee. Over voor de rest hebben we nog wat vliegende motten hier. En dan mot ik niet. En het is klaar. Ik denk niet heel veel gemist, of we hebben echt compleet veel gemist. Het is een of ander. We hebben een Delibird, hebben we 1 ster, maar die hadden we al, maar dan niet goed genoeg. 2 ster... En we hebben een 3-ster. Dat hij me in het zakje doet. Ja, die nemen we. Dit koppie. Wat een goed koppie. Dit is een meme. Deze foto is een nieuwe meme. Nou, Sensor die aan het graven is. Deze is wel heel goed. Nou, Bravery die aan het vliegen is. Die hadden we eigenlijk al. Slapen is 1. Maar deze is goed. Deze. Ja, die nemen we. Nou, al deze memberswijnen waren 3 ster. Dus helaas, pinda cheese. Voor is niet heel veel iets nieuws geworden. Ik denk dat er misschien een weg is in de night cycle die ik nog niet heb gevonden. Maar goed, hè. 4800. Jumig. En deze ook. Dit kopje is goed. Ja, deze ga ik nooit weghalen. Deze ga ik nooit weghalen. Deze is zo goed. Dat kopje. Die Muchana's big smile in space, wat goed. Oh, deze size is goed. Bijna. De pose is weer niet goed. Oh, ik had 1 seconde later moeten fotograferen. Dan had ik hem. Deze Bravery is heel goed. Heel goed. Ja. Al die diamantjes pakken we meteen, baby. Lekker Piplupie. Niet goed genoeg. Memoswine, deze is beter. Deze is beter. De pose is beter. 47. Bijna 4800. En dan was hem weer, professor. Dat was hem weer. Heel sick. Hoeveel? 73.000. 12.000 maar bij. Valt best mee. Maar we hebben nog genoeg nieuwe content voor volgende keer. En misschien unlocken we ook wel een night cycle voor de Reef. Dat zou wel sick zijn. Hier naast elkaar een nieuwe video checken en playlisten. En zet een mening. Dat is later. Later. Gewoon in mijn auto. Gewoon niet.